Een hele goede middag. Mijn naam is Danny Friedman, moderator bij Dutch IT Channel. En ik heb vandaag een inspirerend gesprek met Jeroen Labots, werkzaam bij Lumen. En Lumen is een organisatie die met name bekend staat op een inspirerende en innovatieve datastrategie. Jeroen, zou jij je kort voor degene die jou niet goed kennen, kort kunnen voorstellen? Jazeker, mijn naam is Jeroen Labots. Ik ben verantwoordelijk voor het enterprise segment in de Benelux. En Lumen, relatief nieuw in de markt. Maar Lumen doet recht aan de ontwikkelingen, de investeringen en de acquisities die wij gedaan hebben in het verleden. En de transformatie die wij ondergaan hebben, die is met name om toekomstbestendig te zijn. En net zoals veel organisaties dat moeten worden. Dat maakt uit van een verandering in benadering die wij hebben zoals we kijken naar de markt, waarin wij onze klanten adviseren om data te vergaren, data te analyseren en te acteren op basis van die data. Ja. Er moet meer geluisterd worden naar de specifieke wensen van klanten en door onze transformatie zijn we hier nu volledig op aangepast. Interessant. Nou, daar gaan we het uitgebreid met je over hebben, Jeroen. Ik wilde eerst even beginnen met de term vierde industriële revolutie. Ja. Er is een data-explosie die gaande is, die is al jarenlang gaande. Ja. En daarin in dat hart van die vierde industriële revolutie opereren jullie. En daar hebben jullie ook een platform in ontwikkeld. Klopt. Kan je daar iets over vertellen hoe jullie en ook met name jullie keuzes rondom dat platform in het licht van die industriële revolutie? Ja, nee, dankjewel Danny. Ik zal die toelichting geven en ik denk dat het belangrijk is dat om te beginnen met het feit dat wij ervoor zorgen dat organisaties zinvolle dingen met data kunnen doen. Lumen zelf is een enterprise technologie platform voor het inzetten voor met name data-intensieve workloads. En die data-intensieve workloads zijn nodig in de vierde industriële revolutie. Ons platform is gebouwd om de schaal, de snelheid, de intelligentie te leveren die cloud en edge toepassingen nodig hebben. En wij vinden bij Lumen dat de mensheid op zijn best is wanneer de manier waarop we leven door technologie wordt verbeterd. Na stoom, elektriciteit en halfgeleider is data wat de vierde industriële revolutie drijft. En Lumen helpt bedrijven met de uitdagingen en kansen die voortkomen hieruit. Onze toekomst, de toekomst van Lumen, wordt gedreven door slimme oplossingen, applicaties en digitale diensten. En dat geldt natuurlijk ook voor onze klanten. En die data die wordt gebruikt voor transformationele doeleinden. En om aan die grote behoeften te voldoen en om de menselijke ontwikkeling met behulp van technologie te verbeteren en te ondersteunen, hebben we Lumen gelanceerd. Het platform for amazing things. Ja. Een voorbeeld is daarbij natuurlijk Cloud at the Edge vermogen wat we hebben. En het gaat daarbij niet echt om het platform, maar wel wat klanten daarmee kunnen doen. Helder. En dan toch even meteen naar het bruggetje. Je gaf hem net al heel mooi voor, Jeroen. Een andere ontwikkeling die denk ik deze industriële revolutie en data-explosie stuurt, is de ontwikkeling van cloud- en edge-diensten. Ja. Is nou die combinatie, en misschien moeten we daar ook nog eens een keer Internet of Things als toepassing bij melden. Geeft dit nou een soort ultieme versnelling waarin het hart jullie opereert als organisatie? Ja, en ik denk, als we één stap terug gaan, kijk, de manier waarop het platform opgebouwd is, Danny, is natuurlijk, wij beheren wereldwijd 700.000 kilometer aan glasvezel, 400 datacenters, klanten in meer dan 60 landen. En daardoor hebben we een van de snelste, meest veilige platformen voor applicaties en data, zodat we daarbij onze bedrijven helpen om bijzondere ervaringen te leveren. De toekomst wordt gedreven door die smart devices, IoT, slimme applicaties. En die digitale diensten van tegenwoordig verbruiken natuurlijk veel meer data als voorheen. Dus dat is de referentie aan die data-explosie. En om die extreme groei op te kunnen vangen, is het voor bedrijven nodig dat zij hun IT-structuur hierop aanpassen. Traditioneel platform richtte zich natuurlijk met name op één specifieke laag. Edge computing richt zich op een geïntegreerd platform waarin we de combinatie zoeken tussen cloud en connected security bijvoorbeeld. En daarmee creëren we een hybride edge, een hybride IT-omgeving
waarbij de applicaties en de ervaringen van gebruikers verbeteren, de real-time interacties gestimuleerd worden. En door een toegenomen mate van compliance zien we het aantal risico's verminderen. En ik denk dat dat de manier is waarop edge computing bijdrage levert in de moderne IT-omgeving. Ja, ja, en dan is een term, dat is voor mij een complexe term, maar dat zal denk ik een term zijn doen waar jij mee kan lezen en schrijven. Hebben dan de terminologieën multi-tenant en private cloud ook te maken met dit soort ontwikkelingen? Of zijn dat echt nog, is het nog een apart onderwerp wat dat, hè, met name de data exposing cloud en edge weer versnelt, Jeroen? Ja, kijk, een van de services die we geannonceerd hebben is bare metal as a service. Mm-hmm. En daaraan gekoppeld is network storage. En beide zijn onderdeel van onze edge-strategie. De doelstelling van die edge-strategie is dat ons platform een maximale latency bereik heeft van 5 milliseconden tussen platform en enterprise locatie. Oké. Okay. En edge compute is dan ingericht op snelheid, veiligheid en orchestration. Controle voor de IT. Ja. En als je dus spreekt over wat zit er in die Edge-strategie, wat daarbij hoort, is onze Cloud Application Manager, CAM. Ja. Ja. Waarin je workloads kan liften en shiften. Voorheen werkten we met name met Azure en AWS. En recentelijk is daar ook het Google Cloud Platform aan toegevoegd. Ja. En omdat we heel gemakkelijk workloads kunnen liften en shiften, kunnen we ook samenwerken met bedrijven om te kijken van, nou, wat is nou de best execution venue voor een specifieke applicatie? Ja. En dat kunnen wij doen. En dat kunnen we in een co-creatie doen met de klant of self-service. En ik denk dat het onderdeel is van de hele strategie. Keuze aan klanten en zorgen dat we voor specifieke applicaties die mogelijkheid bieden. Ja. En een van de zaken die we ook nog spoedig zullen aankondigen is een verruiming van service waarbij we bandwidth on demand aanbieden met eraan gekoppeld flexibele billing opties zoals usage only. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ultiem in de situatie waarbij je nieuwe workloads in korte tijdsbestekken wil realiseren of voor real-time interacties. En dat rollen we uit op een wereldwijde schaal, Danny. Ja. Ja, mooi bruggetje doen. Hè? Want een van de. Dit interview is ook in het licht van Dutch IT Channel. Het woord zegt het al. Het Nederlands partnerkanaal. Ja. VARs, system integratoren, business partners, resellers. En nou ben ik heel erg ook aan het zoeken om te kijken van, nou, hoe belangrijk is nou dat ecosysteem voor jullie groei en ontwikkeling, ook van het Lume-platform, Jeroen? Ja, essentieel, Danny. Allereerst, Lumen als service provider is natuurlijk ontzettend gebaat bij een uitgebreid ecosysteem van technologie en alliance partners. Mm-hmm. Collaboratieve innovatie is ontzettend belangrijk. En daar draait het natuurlijk niet om de technologie, maar wel om de kunde, om gebruikers, data en applicaties op de meest snelle, veilige manier bij elkaar te laten komen. En daarin werken we samen met technologiepartners. En dat uit zich dan vervolgens in proposities, zoals Zoom Phone bij Lumen. Yep. En Cisco Hosted Collaboration Solution, hosted bij Lumen. En daarnaast is het indirecte kanaal heel erg belangrijk voor Lumen. Vorig jaar zijn we daarmee in Europa gestart. Na enorm succes in Amerika. We hebben een partnerprogramma beschikbaar en binnen de organisatie is een team specifiek bezig om hier verder vorm aan te geven. Ja. En we zijn nog op zoek naar uitbreiding van resellers. Okay. En de reden waarom we dat doen is omdat wij zelf natuurlijk heel veel kennis en kunde hebben. Mm-hmm. Maar de kennis van onze partners die gaan ons assisteren om de klantervaring op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen brengen. Ja. Wij investeren in een zo uitstekend of in een zo hoog mogelijke customer experience. En zijn er ontzettend van bewust dat onze partners hier een onlosmakend deel van uitmaken. Ja. Ja. En als je dan kijkt naar een doorsnee partner, Jeroen, zonder haar naam en toenaam te noemen, die voldoet aan het profiel van jullie, waar zou zo'n partner aan moeten voldoen in jouw optiek? Nou, kijk,
denk dat het allereerst belangrijk is dat die partner kennis heeft van de markt waarin hij of zij wil opereren. Mm-hmm. En op zoek is naar een internationale partner die de technologie kan verzorgen. En op het moment dat we die co-creatie kunnen creëren, dan denk ik dat we die klantervaring op een enorm hoog niveau kunnen brengen. Ja. Ja, en dat is mooi. Dat is ook de interactie die jij zoekt ook vanuit jouw rol, Jeroen. Absoluut, ook met je collega's om je heen. Ik wil even terug naar het nu, want 2021 is vol onderweg. Data exposure, thuiswerken, vierde industriële evolutie, noem dat al, Jeroen. Ik denk dat we allemaal zien dat nu een heel erg actueel onderwerp is. Waar gaat dit naartoe voor jou, vanuit Lume, ook kijkend naar 2021? Wat voor interessante ontwikkelingen komen er nog aan, Jeroen? Nou, ik denk dat the future is digital. En work from anywhere zijn zaken die zullen blijven. En als we dan Gartner aanhalen, die verwacht dat in 2022 50% van de door enterprises gecreëerde data gecreëerd wordt buiten de datacenters of de cloud. Ja, dan weet je dat er een enorme versnelling aan zit te komen aan applicaties, real-time processen. Ja, en daar staan we eigenlijk pas aan de basis, aan de start van, denk ik, Roen. Ja, en kijk, wij hebben nu onze Edge-strategie aangekondigd. Mm-hmm. Daarmee willen we klanten sneller bereiken. Daarmee helpen we onze organisaties om het verminderen van veiligheidsrisico's, het vergroten van de controle en compliancy. En daarnaast, doordat applicaties en gebruikers dichter bij elkaar gebracht worden, levert dat een verhoging van de klanttevredenheid op. En dat is iets wat in de komende jaren zich zal kristalliseren. Ja, mooi. Jeroen, ook even voor de tijd. 2021, ook jij, denk ik, werkte al een jaar thuis. Als je kijkt naar 2021, waar kijk jij als persoon het meeste uit? Ik heb het ontzettend naar mijn zin en ik kan ontzettend genieten van de interacties met het team en fantastische gesprekken. Maar ik denk dat het mooi is dat het sociale aspect belangrijker gaat worden in de manier waarop we samenleven met elkaar. En ik denk dat we allemaal hunkeren naar een ontmoetingsplek waarin we samenkomen. En niet zozeer om te werken, maar wel om te delen en met elkaar te spreken. Ja, mooi. Ik denk dat we daar allemaal naar uitkijken, Jeroen. Bedankt voor deze inspirerende woorden, Jeroen. Jeroen Labots van organisatie Lumme, de platform for amazing things. Ik ga jullie volgen, ook met name vanuit de datagroei en explosie. Ik denk dat Lumme daar een hele belangrijke rol in gaat spelen. Dus dank voor je tijd voor het interview, Jeroen. En ik zeg altijd stay safe en tot snel. Dankjewel, Danny.